Dit is het water wat eruit valt. En dat komt binnen via een 50 mm leiding in de trommel. Dit is de trommel. Hopsa. Hier zit een ingang op van 110. Maar er is niet werkelijk 110. Er zitten 50 mm leidingen op. En daar staan op pompen. Regelbare 20 kuub pomp staat nu aan. En die staat vrijwel voluit, dus 170 watt. En het gaat dus van de trommelfilter. Dit is de trommel. Gaat naar binnen, 50 mm naar binnen. Dan heeft hij nog een keer een 50 mm ingang. Dat zou van de skimmer kunnen komen, maar die staat dus nu uit. En dan gaat het door de trommel. Aan deze kant dus valt het in het bewegend bed. De bewegend bed. Nou, dat beweegt zijn best, dat kunnen we wel stellen. Van een bewegend bed gaat het via deze pijp 110 naar een hele grote mattenkamer. Daar wordt alles gewoon van helemaal dichtgezet. Wat nou doorgangen, dichtslippen en alles soort dingen, helemaal niet. Het zit gewoon helemaal dicht. Twee grote matten, twee grote bakken met grog. Afgetrok en dan gaat het hier, als je het hier ziet lopen, dat gaat terug naar de vijver. Maar het resultaat mag er zijn. Dat is kraak en kraak en kraakhelder. Want als dit niet goed is, als je dit aan helder water niet goed genoeg vindt, dan vind je niks meer goed genoeg. Het is fantastisch. Maar komt hij gaan? Ja, ik heb vandaag nog wel. We hebben er genoeg naar te kijken hier.